Mijn naam is Cor Heldering, werkzaam als akkerbouwadviseur in Flevoland en het noorden van het land. Naast akkerbouwadviseur ben ik ook specialist biostimulanten en vesting. En waarom staan we hier in een perceel uien? Tot nu toe is de weggroei van de uien bijzonder moeizaam gegaan. Het is droog, extreme weersomstandigheden, hoge lichtinstraling. Eigenlijk ben ik continu op zoek van hoe kan ik die plant makkelijker weg laten groeien en hoe kan ik hem door die stressvolle periodes heen helpen. Een product waar dat prima voor geschikt is, is het product van ons Stimifos Asco, een zeewierextract met daarnaast wat stikstof, fosfaat en kali, plus een aantal sporenelementen, vitamines en aminozuren. En het hele pakket samen zorgt ervoor dat de stress die plant terugneemt. Ik wil u laten zien waar we op dit moment erg veel tegenkomen in de ui. Dat zijn met name die gele bladpunten, een typisch gele verkleuring. Dat geeft aan dat die plant door de enorme temperatuurswisselingen eigenlijk met zijn verdamping er allemaal niet bij kan benen. Nou, als er iets stressvol is voor een plant, is het dat hij zijn vochtvoorziening niet op peil kan houden. Als je heel goed kijkt en je kijkt goed naar de punt van mijn mes, dan zie je zelfs ook nog wat inslag van hagel. Met andere woorden, deze planten hebben best wel wat te lijden gehad. En om dit soort stressvolle omstandigheden voor die plant om iets te kunnen ondersteunen, is juist Stimifos Asco op basis van zeewierextracten een hele goede methode om deze stressperiode voor die plant wat te reduceren. Wat is nou het hoofdbestanddeel van Stimifos Asco? Dat is met name het gedeelte zeewierextracten. En die zeewierextracten die sturen juist de aansturing van het hormoon cytokinine aan. En cytokinine is voor die plant erg van belang. Die zorgt ervoor dat die plant vanuit zijn eigen makkelijk de energie in zijn celniveau op peil gaat brengen. Hoe doet hij dat? Door meer suikers in de cel te krijgen. En wat krijg je dan? Als die cel wat soepeler gaat en wat makkelijker heen en weer kan en die cel wordt wat soepeler, zul je ook zien dat die ook met de huidmondjes aansturing zijn water- en vochtregulatie makkelijk op peil houdt. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, en dat is met name aan de onderkant, doordat die plant beter in zijn energievoorziening komt, dat hij ook onder de grond betere wortelweggroei laat zien. Dus als je stressfactoren door hitte, door zoninstraling of door een zware bespuiting wat zou willen reduceren en die plant wat verder wil helpen, kun je prima met een dosering van 2 liter ASCO, gespoten 1 keer in de 14 dagen, 3 keer herhalen. Begin het vanaf een 3 tot 5 blad stadium vanaf die ui, preventief, om eerst dat hormoon in de plant zien te krijgen en pas dan gaat de suikerproductie verder. Als je dat op die manier gaat inzetten, dan heb je zowel in je uien, in de peen, maar ook in aardappel hebben daar inmiddels hele goede resultaten mee. Net dat stukje extra wat je eigenlijk zoekt. Dus samengevat, Stimifos Asco in een dosering van 2 liter per hectare. Net gespoten voor de stressperiode aan. Interval 14 dagen, 3 keer doen. Beginnen met 2 liter, 3 keer herhalen.